Robin, gefeliciteerd. Net 3-0 van Cuba gewonnen. Eerste wedstrijd van een Grand Prix. Hoe ging het? Ging goed. We zijn met heel veel goede concentratie zijn we begonnen. Agressief. Eigenlijk heel netjes gespeeld. Ik sprak de bondscoach gisteren. Die zei van het is zaak dat we fit aan de start verschijnen. Lange vliegreis achter de rug. Ben je fit? Heb je er last van gehad van die lange reis? Ja, natuurlijk. Je voelt het. En de temperatuur is ook anders. Natuurlijk een heel ander klimaat dan wij gewend zijn. Maar ik denk dat wij nu hebben laten zien dat we allemaal fit zijn. Volgens mij hebben we de ballen redelijk hard geslagen en zaten we gewoon goed hoog. Dus we zijn fit. Cuba die speelde in de eerste set in het begin vrij goed. Kwamen 7-5 voor zelfs. Wat was daarna het verschil? Want jullie gingen er heel hard overheen. Ik denk dat wij gewoon netjes zijn blijven spelen. We hebben een serve terug gegeven, waardoor zij de problemen kwamen met de paas. En dan is het redelijk makkelijk te lezen. Als zij de problemen komen, het is nog een heel erg jong team. Dus dan geven ze veel weg. Veel ballen uitslaan of door fouten. En dan is het onze kracht geweest dat wij gewoon ons eigen niveau zijn blijven spelen. Netjes de ballen aan hun geven en hun de fouten laten maken. Jullie maakten heel weinig fouten juist, hè? Ja, er zijn nog wel een paar dingetjes die beter kunnen. Iets netter in de rallypaas, zodat we ons eigen spel nog iets meer eruit kunnen halen nog. Maar verder hebben we redelijk net gespeeld, ja. Wat denk je wat jullie dit jaar kunnen bereiken in een Grand Prix? Het zijn natuurlijk allemaal erg sterke teams. Maar ik hoop toch zeker wel de final, de volgende ronde te kunnen halen. De final four. Maar we gaan het zien. Dit weekend is heel belangrijk dan, hè, om een goede start te maken. Ja, zeker. Ja, ook omdat dit gewoon een heel erg lastig weekend is voor ons om te acclimatiseren. Het is belangrijk om elke weekend gewoon alle volle punten te halen. En ik denk dat dit weekend is het extra belangrijk omdat wij gewoon de temperatuur, de reis achter tegen ons hebben zitten. Verwacht je ook meer tegenstand van Argentinië en van Puerto Rico? Zeker, ja. In de Pan Am Games hebben Argentinië en Puerto Rico hebben van Cuba gewonnen. Dus ze zullen sterker moeten zijn en wij gaan er ook zeker zo in dat er een sterke tegenstander komen en gewoon weer met volle focus gaan we er gewoon weer in. Nou, heel erg bedankt en veel succes man. Ja, dankjewel.